nations under one groove. For me, it's been all about energy and communication. It's been so exciting to work together with all these musicians from these three countries, and it's been so great to work together on a massive, colourful variety of music. And this is one of the really exciting things, is the way the music has so much variety and character. En dat is ontzettend leuk om te zien dat al die werelden elkaar ontmoeten en eigenlijk ook weer elkaar overlopen. Want dat is het mooiste. Je ziet eigenlijk dat er niet zoveel verschillen zijn. Er zijn allemaal mensen met een passie voor die jazzmuziek. En dat is zo'n ongelooflijk sterke band die je dan hebt. Alles wat dan anders is, is eigenlijk alleen maar leuk. Dat karakteristieke zorgt ervoor dat je op een andere manier gaat luisteren. En die verschillen zijn soms klein, maar soms zijn ze wat groter. En dat is heel interessant. Die zijn alle motiviert. 120%. Das macht sehr viel aus. Die wollen immer spielen und egal, und es ist bumm. Und das finde ich, diese Motivation ist fantastisch. Und die Qualität ist auch sehr gut. Alle drei Orchester sind cream of the crop. Das ist Wahnsinn. It's really, really great to just spend a week or so just totally immersed in really great music. It's a massive privilege. Ich finde es immer interessant, wenn man jetzt so eine fremde Band kommt und man hört die zum ersten Mal spielen und dann denkt man immer erst, boah, das ist aber gut und der ist gut und der ist gut. Eine fremde Gruppe und die spielen ja sehr gut. Im ersten Moment ist man dann immer noch so ein bisschen distanziert. Und sobald man dann mit den Leuten zusammen Musik macht, dann ist es wirklich alles egal. Ja, ich finde es leuk um. We hebben eigenlijk heel erg gefocust op het flexibel zijn en het wisselen van bezettingen de hele tijd. Dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk elke dag naast iemand anders komt te zitten. Naast een andere muzikant met een andere sound en een andere visie op muziek. En dat vond ik wel heel leerzaam. Also met de höhepunt voor mij waren immer abends die sessions met een andere muzikant. Jam sessions. We have jam sessions literally every night on tour and it's so great. We waren dan tatsächlich under one roof. One of the concepts with this project, Three Nations Under One Groove, is the idea that music is a language that we all share. Musik ist schon sowieso ein wunderbares Bindemittel zwischen Menschen. Und ob man aus der Tschechei kommt oder aus Hinterbox der Hude oder sonst wo, ist völlig egal. Um te laten zien dat de grenzen eigenlijk niet zo heel veel uitmaken en dat iedereen waar die ook vandaan komt evenveel recht heeft om te leven en om muziek te maken. With Brexit, I think it's really important for our country to show that we're still wanting to cooperate. It's so important to show how young people can work together across borders. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ook private partijen het gewicht zien van die educatie van jonge mensen, waardoor je naar mijn smaak opener mensen krijgt die beter communiceren, waardoor het empathisch vermogen van mensen wordt ontwikkeld, de creativiteit wordt ontwikkeld, ze kunnen originele ideeën verzinnen. En ik denk dat als dat ondersteund wordt door middel van private partijen en ik denk ook nog steeds politieke en regeringsfinanciering, dat we dan nog steeds een hoopvolle toekomst tegemoet zien.